Het is voor de meeste scholieren een belangrijk onderdeel van hun opleiding, stage lopen. Het is leuk en leerzaam en vaak de eerste stap naar de arbeidsmarkt. Toch houdt lang niet iedereen er een goede ervaring aan over. Zo komt stagediscriminatie nog vaker voor dan je denkt. 9 foto's, elk met een verhaal. Op het ROC in Nijmegen is er een foto-expositie geopend over stagediscriminatie. Een onderwerp dat hoog in het vaandel staat bij het ROC. Het is een belangrijk thema omdat onze studenten ermee te maken krijgen. En 21 maart is de dag tegen racisme en discriminatie. Onze studenten krijgen breed te maken met discriminatie op afkomst, religie, opleidingsniveau. En daar zijn wij tegen. Dus vandaar dat ROC Nijmegen, we zijn natuurlijk in eerste instantie een onderwijsinstelling. Maar we vinden het ook belangrijk om studenten de kans te geven om zichzelf te zijn en zich veilig te voelen op school en stage. Dus vandaar dat we dit een heel belangrijk thema vinden. Ook wethouder Visser van de gemeente Nijmegen was aanwezig bij de opening. Omdat discriminatie echt niet de bedoeling is. En omdat we alle mbo'ers, maar ook alle hbo'ers, een stage gunnen waarin ze in de toekomst vooruit kunnen. En dat moet niet op de een of andere manier nagemaakt worden doordat ze op grond van wat dan ook gediscrimineerd worden. Een van de studenten is Tristan. Het staat op een van de foto's en zet zich als student extra in voor het onderwerp. Ik val niet binnen de norm man of vrouw of hetero. Dus je hebt wel eens dat ik op stage op een basisschool, dat ouders mij heel, eigenlijk vies aankijken toch wel. En dat ze heel ontwetend zijn over wie dat ik ben. Je woont in Nederland in een multiculturele samenleving met mensen die niet hetzelfde denken als jij. Met mensen die niet hetzelfde zijn als jij. En dat wordt nog steeds niet altijd getolereerd. En ik vind toch dat je elkaar moet respecteren als persoon zijnde. En daarom vond ik het heel belangrijk om mee te doen. Maar specifiek op die foto-expositie zijn we gekomen omdat we een verhaal willen vertellen. Storytelling. En dat dat ook een kracht is om mensen bewust te maken, empathie te creëren en zich te kunnen verbinden met het onderwerp. Want heel veel mensen kennen bijvoorbeeld wel één vorm van discriminatie. Maar dat het zo breed is en dat het zo'n brede doelgroep daarmee raakt, dat weten heel veel mensen niet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat jij als student gewoon aan een stage kunt komen en dat jij je veilig voelt op je stage.